Why did you come to Europe? What were you hoping to find here in Europe? Good luck. Stranger in Paradise is een film die mij heel erg is bijgebleven. Een film van Guido Hendricks, een Nederlandse maker. En het is een documentaire, maar eigenlijk op het snijvlak met fictie. Het speelt zich af in een klaslokaal in Sicilië, waarin eigenlijk een leraar, dus die acteur, migranten uitlegt hoe Europa in elkaar steekt. Met hele grote aanhalingstekens. Dus in verschillende actes laat de acteur zien hoe Europa aankijkt tegen migranten en wat voor rol wij eigenlijk spelen, ook als Nederland, in het grote web van de vluchtelingenpolitiek. En wat ik ook nog heel interessant vond is de derde acte. Daarin zie je wat er gebeurt als je in Nederland aankomt en je een verblijfsvergunning wilt. Dus dan zie je ineens al die kleine regeltjes en die kleine lettertjes wanneer je sowieso al afvalt als je in ons land aankomt. Eigenlijk heeft de film alles gedaan wat een goede film zou moeten doen. Het heeft bij mij allemaal een soort van processen in gang gezet die ik belangrijk vind dat die in gang gezet worden. Het schuurt aan alle kanten. Het is echt een confronterende, schurende, echt een fascinerende film. Dus ga vooral kijken en ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden.